En de Nationale Assemblée heeft gisteren 5 nieuwe leden toegelaten. Het gaat om Ronnie Aluma, Henk Afiankoi, Kishen Ramsukul, Fogati Aseri en Genevieve Jordan. Zij zijn door opschuiving binnen de VHP en ABO-fracties in aanmerking gekomen voor een plek in DNA. Ashwin Adin van de NDP was donderdag al toegelaten als lid. Hij had eerder bewilligd, maar was toen nog in de functie van vice-president. Aluma zegt zijn uiterste best te zullen doen om Suriname vooruit te helpen, terwijl Jordan zich vooral wil inzetten op het gebied van onderwijs voor het binnenland. We hebben één ding gemeen en dat is Suriname vooruitbrengen. Daarom zijn we allemaal hier en ik ga mijn uiterste best doen om Suriname voorwaarts te brengen. Ik dank u, voorzitter. Als leerkracht weet ik als geen ander dat kwalitatief gestructureerd en vervolgonderwijs gevraagd is in het district. Onderwijs welke voornamelijk gebaseerd is op technologie en ondernemerschap. Op korte termijn de overgang tot middelbare opleiding in het district. En op lange termijn de overgang tot HBO-niveau. President Chandrika Prasad Santokhi wees de nieuwe leden erop dat zij een eed hebben afgelegd en dat zij conform hun eed zullen moeten werken. De nieuwe leden zullen ook gecontroleerd worden door de samenleving. U heeft enerzijds een vertegenwoordigende functie en daarmee bent u een spil tussen de regering en de samenleving. Maar u vervult ook een wetgevende functie, dat wil zeggen u maakt wetten voor het volk in het belang van het volk. Op basis van waarden en normen en gevoelens die leven in de samenleving. Maar u heeft ook een discussiefunctie. U debatteert over nieuwe wetsvoorstellen afkomstig van de regering of van uw eigen parlement, opdat u gezamenlijk coalitie en oppositie tot verbeterde inzichten zult komen. But last but not least, heeft u een zeer belangrijke controlerende functie. U controleert het functioneren van de regering. U houdt de regering zich aan de begroting. U checkt of de staatsgelden verantwoord zijn. U checkt ook of wetten worden uitgevoerd en dat er voldoende aandacht geschonken wordt aan de noden van de samenleving. President Chandrika Prasad Santokhi. Hij sprak gisteren bij de toelating van de 5 nieuwe leden tot het parlement. De president benadrukte dat de leden moeten werken voor het volk, aangezien het volk ze daar heeft geplaatst.